En dan een opmerkelijk verhaal. Barry E., een Delftse manager van de in de scene bekende rapgroep SFB, werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Dit zijn foto's van zijn verjaardagsfeestje. Barry E. was een populair figuur in de rapscene. Maar hij hield er ook een andere carrière op na. De bandmanager zou schuldig zijn aan grootschalige fraude volgens de rechter. Er is zeker €174.000 verdiend met het plunderen van bankrekeningen. Professionele internet- en pasfraude. E. leidde een luxe leventje met dure auto's, kleren en feestjes. Voorlopig moet je het even doen met de videoclip. Beats by Aspect. Tegenwoordig hou ik mijn cirkel kleiner dan een kut. Kom van donkere dagen, vroeger was ik blut. Gestopt met school, helaas zag ik een nunnie. Nu de leider van mijn onderneming, geef die niggas functies. En als ik hun zie, kan ik lachen met tranen. Al mijn mannen zijn bazen, we kunnen niet meer zeuren. Nee, we kunnen niet klagen. Eén ding is wat ik weet, we maken meer money dan je vader. Flyer kicks, ik noem die dingen Jackie Chan. Pinky ringen, witte stenen, noem hem koekoekleur. Je weet toch dat ik nonja ben. SFB die pakt nu plaat, we zijn die Dolce en Cabana gang. Overal platine, overal goud. Loop fellas kamer binnen, juwelier krijgt het benauwd. Ook zoveel slechte dingen, maar dat laat me koud. Hoe kan ik bouwen op iemand die helemaal niks bouwt? Voel me net Jezus, ik wou ze alleen helpen. Bless al die mannen, doen die mannen hetzelfde. Ik zie ze kijken, ze zien alleen money. Die money laat mannen veranderen, het is niet meer funny. Kan je ze geloven noemen atheïst? Ze eten nooit, erger dan een diëtist. Ze maken geen money, maken zich wel druk. Tegenwoordig wat die fashion is. Ik voel me afgeperst door de belastingdienst. Politie die nog op me schiemt. Noem je wijken Spotify. Ze wordt vaak gestreamd, of vaak gestroomd. Jullie niggas zijn sloom, staan nooit bij de les, worden vaak gecoacht. Ben niet meer een matta, zoek die millie of zo. Laat mijn bro's schimmelen, ze wordt die paars of zo. Let's get it! Veel van mijn jackers, ja die hebben bond. Mijn mannen, maak situaties te bond. Ik zie je lullen, maar vertel. Waarom is mijn nigga de lul in je chickie de mond? Je ziet me altijd rennen, noem me Usain Bolt. Geen Pikachu, maar heb genoeg volk. Maar haar wavy, net als Frenna's golf. Maar haar wavy, net als Frenna's golf, dom. Er wordt ook gepocht, hè, en opgeschept over hoe goed ik wel niet bezig ben en wat ik nou vandaag weer geplunderd heb. Dat betekent dat je daarmee in achting ook stijgt ten opzichte van je broeders om je heen. Maar ook zorgt dat je dus te vertrouwen bent en daadwerkelijk een pleger bent van strafbare feiten. Tijdens de rechtszaak wordt duidelijk dat het niet om WizKids gaat. Een van de verdachten draagt een t-shirt van een Haagse rapgroep. De manager van die groep is al veroordeeld voor bankfraude.